Dit is de zevende video in de serie over elektriciteit voor natuurkunde bovenbouw van de HAVO. En dit gaat over elektriciteit in mijn huis. We gaan naar de opgave 32. Een huisinstallatie bestaat uit 5 groepen. Elke groep is beveiligd met een zekering van 16 ampère. En de hoofdzekering bedraagt 3 x 25 ampère, dus dat is 75 lijkt mij. Berekent het maximale vermogen dat in het huis kan worden opgenomen. Oké, nou, de spanning is 230 volt. Er kan dus inderdaad maximaal 75 ampère worden opgenomen. Totaal vermogen is dan het product van die 2. 230 maal 75, nou ja, is 1,7 x 10 tot de 4e watt, oftewel 17 kilowatt. Het vaste lichtpunt en alle stopcontacten in de keuken zijn op 1 groep geschakeld. Op het vaste lichtpunt is een lamp van 75 watt uitgesloten. Op de stopcontacten zijn aangesloten een koelkast van 150 watt, diefvrieskast 250 watt, afzuigkap 100 watt. Magnetron 58 watt. Henk heeft een wasmachine van 3200 watt en wil die op dezelfde groep plaatsen. Toon aan of alle apparaten in de keuken dan gelijkertijd kunnen functioneren. Nou, dan moet je dus eerst het totale vermogen bepalen. Dan tel je alles bij elkaar op. Dan kom je uit op 3725 watt. Oké, dan moet je even denken. In een groep zit een zekering van maximaal 16 ampère. En de spanning is natuurlijk 230 volt. Oké, dan is het vermogen wat dan maximaal kan is dan het product van die twee. Dus 230 maal 16 is 3680 watt. En dat is minder dan 3725 watt. Dus dat gaat niet lukken. Er zal een van die apparaten uit moeten. Minstens. 33. In sommige kilowattuurmeters bevindt zich een schijf die gaat draaien als er elektrische energie wordt omgezet. Zie figuur 625. Dit is die schijf hier zo. Op kilowattuurmeter staat vermeld dat de schijf 375 omwentelingen maakt per kilowattuur. Toon aan dat 1 omwenteling overeenkomt met 9,06 x 10 tot de derde watt, staat dat volgens mij. Oké, dan gaan we dat even uitrekenen. 1 kWh is 3,6 x 10 tot de 6e joule. Dus dat is 375 omwenteling. Dus 1 omwenteling is dan 3,6 x 10 tot de 6e geheel door 375. Is 9,6 x 10 tot de 3e joule. En volgens mij moesten we dat aantonen. Ja, dat klopt. Oké. Shania bepaalt met deze kilowattuurmeter het vermogen van een koffiezetapparaat. Is het koffiezetapparaat ingeschakeld, dan maakt de schijf 10,2 omwentelingen. Per minuut is het apparaat uit, dan is dit nog maar 2,8 omwentelingen per minuut. Bereken het vermogen van het koffiezetapparaat. Oké, eerst maar even het verschil in omwentelingen bepalen. Dat is 10,2 maal 2,8 is 7,4, want die 2,8 wordt dus blijkbaar door iets anders veroorzaakt. Oké, 7,1 omwentelingen komt overeen met 1 omwenteling was 9,6 maal 10 tot de derde joule. Dus 7,4 is dat dan vermenigvuldigd met elkaar, 7,1 maal 10 tot de vierde joule. Oké, dat is het van de energie die gebruikt is, E. De tijd die was 1 minuut, dus dat is 60 seconden. Dus E is P maal T, we weten dus E, die hadden we net uitgerekend. We weten T, dan kun je P uitrekenen. Nou, invullen, 7,1 maal 10 tot de vierde, dat is E, is P maal 60, dat is T. P is dan 7,1 maal 10 tot de vierde, gedeeld door 60. 1,2 maal 10 tot de derde watt, oftewel 1,2 kilowatt. Dat is het vermogen van het koffiezetapparaat. Nou, dat is een reële 1200 kilowatt voor een, of 1200 watt voor een koffiezetapparaat. Dat is wel realistisch. Met behulp van een spanningzoeker onderzoek je of een stopcontact onder spanning staat. Je steekt daartoe de punt van de spanningzoeker in een van de gaten van het stopcontact en je maakt tegelijkertijd met je duim raakt de metalen knop op de bovenkant. Dus daar. Dus daar is een van de gaten stop in. Hier duw je die knop in. Het lampje is in de spanningzoeker brand als de draad onder spanning staat. Ja, dus hier zit een lampje in. Leg uit of het lampje brandt als de spanningzoeker contact maakt met de fase draad of met de contactdraad. Nou, het loopt alleen als de spanning op de draad staat. Op de aarde staat altijd de spanning van 0 volt. En de 230 volt die moet op de fase draad staan. Dus die moet het zijn. Dus als je één van de twee draden aanraadt en het doet het niet, dan wil dus niet zeggen dat het stopcontact kapot is. Dan heb je misschien de nuldraad te pakken. Dus je moet dan ook de andere draad controleren. Dat kun je eruit leren. Leg uit waarom je de metalen knop ook moet aanraken. Als je die knop indoet, dan maak je dus contact. En hoe loopt de stroom dan? Nou, die loopt natuurlijk door het lampje heen en door de spanningzoeker heen en ook door jou heen naar de aarde toe. En dat is maar een heel klein stroompje, want hier zit een gigantische weerstand in. In de spanningzoeker bevindt zich, behalve het lampje, ook een weerstand die in serie is geschakeld. Leg uit of dit een grote of een kleine weerstand moet zijn. Nou, dat moet natuurlijk een hele grote zijn, want
Er mag maar een heel klein stroompje door jou heen gaan. En het is wel 230 volt. Dus je moet een behoorlijke weerstand hebben. Om te zorgen dat de stroomsterkte klein is. Anders wordt het een beetje ongezond. Een stroomsterkte van 40 milliampère door je lichaam kan al levensgevaarlijk zijn. Leg uit waarom dat er geen gevaar is als je contact komt met een nuldraad. Nou, er staat geen spanning op, dus er zal er ook geen stroom gaan lopen. Als je contact hebt met de fasedraad, biedt een zekering geen beveiliging. Leg dit uit. Oké, dan moet je eens even een zekering, die gaat pas uit, bijvoorbeeld bij 10 ampère. Hangt natuurlijk wel van de zekering af, dat staat er ook bij trouwens. En dat is veel meer dan 40 milliampère. Dus zekeringen die pas uitgaan met 40 milliampère, die zitten niet in de meterkast. Dus die 10 ampère is wel een gok, maar het zou 3 ampère kunnen zijn, maar dat is nog steeds heel veel meer dan 40 milliampère. Dus die zekeringen ga je niet redden. Leg uit waarom een aardlichtschakel in dit geval wel beveiliging geeft. Nou, als er 40 milliampère stroom wegloopt, dan merkt het de aardlichtschakelaar, want die vergelijkt de inkomende stroom met de uitgaande stroom. En als er een verschil is tussen van 30 milliampère, dan schakelt die al uit. Nou, hier heb je een verschil van 40 milliampère, dus dan schakelt die zeker uit. Dus die red je dan. Oké, gaan we naar 36. Een LCD-TV vraagt een vermogen van 149 watt. De prijs van 1,0 kilowatt elektrische energie betaalt 21 eurocent. Jongeren kijken gemiddeld 13 uur per week televisie. Berekende kosten als je een jaar lang 13 uur per week kijkt. Oké, nou, is maar even de... Ja, dan moet je dus het vermogen weten. Nou, die weet je, is 149 watt, oftewel 0,149 kilowatt. Dat is wel handig in dit geval met een kilowattuur te werken. De tijd is 13 uur, 42 weken maal 13 uur per week, hè, niet per dag. Dus maal 52, niet maal 365. 676 uur tv per week. Oké, die twee waarden moet je dan met elkaar vermenigvuldigen. Dan krijg je de energie in kilowattuur. Hier gebeurt dat. 1,007 maal 10 tot de tweede kilowattuur. Oké. Wat kost het dan? Nou, die waarde in kilowattuur 100,7 maal 21 cent is 21,15 euro. Dus naar certificaatskei is dat 21 euro. Oké, in de standby staat vraagt een tv-vermogen van maar 0,20 watt. Leg uit dat het vermogen in de standby staat niet nul is. Ja, er brandt in echt van een ledje. En dan, je moet natuurlijk wel een beetje stroom hebben. En het apparaat moet ook aan kunnen worden gezet. En dat betekent dus dat er al een beetje stroom moet lopen, anders gaat het niet lukken. Veel mensen denken dat de tv altijd in de standby. Laten ze de tv altijd in de standby staan. Leg uit hoeveel energie je dan per jaar verspilt. Dat doe je weer met ESP-MLT. Alleen is het vermogen nu 0,20 watt. Pardon. Je kan het aantal seconden uitrekenen in een jaar. Dat is deze. Je kan ook de waarde uit de binas nemen. Die staat in een tabel. E is dan 0,20 watt maal 3,15 maal 10 tot de zevende. Zoveel seconden zit er in een jaar. Nou, 6,307 maal 10 tot de zesde joule. Oké, dat is 6,3 megajoule. Oftewel 6,3 miljoen joule. Als je daar kilowattuur van maakt, moet je de 3,6 maal 10 tot de zesde delen. Dus 6,3 tot 3,6 wordt dat. Nou, wat is dat? Iets anderhalf of zo ongeveer. Ietsje meer. En dus dat maal 21 cent. Nou, dat wordt dan iets van 30, 40 cent, zoiets. Wordt niet gevraagd, maar kun je wel uitrekenen. Oké, dat was het.